Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik ben nog een beetje half slaperig, half wakker. Het is vandaag 18 juli 2018, om 10:24 uur. Wat de dag vandaag weer gaat brengen. Het is weer een grote verrassing. Sowieso komt mijn begeleidster van Scherolo. Nee, daar schaam ik me ook inderdaad ook niet voor. Mijn grote vriendinnetje, noem ik het eigenlijk altijd. Maar weer, eventjes papieren in mappen doen. Want er ligt een hele grote stapel. Ik zal het even inzoomen. Kijk, op tafel ligt een hele grote stapel. Kijk. Daar. Kijk. Daar. En die wil ik even vandaag wegwerken. En ik heb mijn bureau al gisteren helemaal opgeruimd. Ik ben in Utopia even aan het kijken. Dus. En ik mag niet vloggen waar zij bij is. Maar dat doe ik ook niet. Dat is weer privacy. Ja, dus. Maar dat maakt helemaal niet uit. Nee. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst vandaag. Zo, nog maar even een kwartiertje van tevoren voordat ik straks helemaal niet kan vloggen op dat moment. Ik heb al een deel van de woonkamer lekker gedweld, wat jullie wel kunnen zien. Het is lekker nat daar. Nat. Ik moet nog aan deze kant nog even doen, maar ik laat het eerst even lekker daar drogen. Want de dieren die lopen er toch overheen, dus ja. En tegelijkertijd lekker Utopia kijken. En het is gewoon warm. Ik zal eens even kijken hoe warm het buiten is. Om 7:12 vanochtend was het 15 graden. Het is nu 10:41. Eens even kijken. Het is nu al 20 graden. Dus, maar ik hou lekker ook alles nu even lekker dicht. En dan vind ik het even helemaal gescheten. Yep. En dan ga ik zo even nog even de achterkant even doen. En dan is Christa er ook alweer straks toch. Ja. Nou, over heel veel dingen praten, want dat heb ik wel even nodig. Want ik kreeg al vanochtend al een appje. Omdat ze dus gisteren al een appje had gestuurd. Want er was wat niet goed gegaan in de rooster. Dus toen zei ze al van ja, maar we kunnen ook wel een weekje overslaan. Nee, we willen geen weekje overslaan. Gewoon vandaag komen. Dus een hoop te bespreken en een hoop te doen. Even. Ja, even dat even erin. Even lekker daarna eventjes gewoon even een blokje lopen. Of met zonder de hondjes. Dat zien we dan wel weer. En dan eens even kijken hoe we er wat, toch? En ja. Nou, ik ga nog even heel even wachten. En dan ga ik even hier achter even dweilen. En dan komt zij ook alweer straks. Ja, en toen was mijn bezoek al even een tijdje weer weg. Ruim een half uur. Maar ik was een beetje aan het vreubelen, maar het wil even niet wat ik wil, want ik zoek mijn lijmpistool en die kan ik even nergens vinden. Mm. Hij moet wel ergens liggen, maar dan wil je hem echt weer per se hebben, ken je dat? Dan wil je hem hebben, dan kan je hem nergens vinden. Nee. Mm. Ik heb wel een paar ideeën, maar ik heb daar nu even geen zin om dat te zoeken. Kijk eens, hoe lief. Vieze dingen bij je oogjes weghalen. Ja. Vieze dingetjes bij je oogjes weghalen. Knuffel, kom eens hier, knuff. Kom. Kom dan, knuff. Kom, poot. Nee, hier zitten. Zitten. Poot. Eerst poot. En dan krijg je kus. Poot. Nee, poot. Nee, knuff. Poot. Eerst poot. Wil je knuffel? Poot. Nee, kom dan. Zitten. Poot. Pootje. Oh ja. Nee, eerst poot. Kom, pootje. Knuffel dan. Eerst poot. Je weet hoe het werkt. Hey. Pootje. Poot op mijn schouder en dan krijg ik knuffel. Eerst poot. Nee, kom. Poot op mijn schouder, kom. Ja, pootje. Knuffel of niet? Kom. Kom dan. Nee, kom. Nee, kom dan. Je zit onder de bolletjes, jij.
Ja. Knuffel dan. Ik wil knuffel van jou en ik wil kus. Kus dat. Je weet toch hoe het werkt. Zo moet je dat doen. Ja, nou, kom dan, poot. Ik denk ook, ja, weet je wat, zoek jij het eens even uit. Hé, hey, daar word je lelijk van, hoor. Hé, hey, koekoek, knuffel. Kom hier. Kom dan, knuffel, kom. Kom hier, kom hier. Kiekeboe. Ja, je weet wel hoe het werkt. Poot. Pootje, kom hier. Nee, poot. Geef eens poot. Kom. Pootje. Ik wil pootje voor jou. Poot. Hé. Hey. Kiekeboe. Hier. Dikke hammetjes voor jou. Dikke hammetjes voor jou. Heb je er nou geen zin in een pootje geven op mijn schouder? Nee. Heb je er nou geen zin in? Nee. Je bent lief, wist je dat? Ja. Nou, en dat wel. Kom, poot. Pootje. Poot. Poot. Poot, 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 poot. Deze meid is zo lief. Deze meid is zo lief. Ja, je bent lief. Je bent lief. Oh ja. Ik heb trouwens nog een nieuwtje voor jullie. Ja. Ik had jullie gisteren verteld en dat ik dus een cadeau kreeg. Ja, ik noem het eigenlijk een heel vet surprise cadeau. En dat is dus een buikwandcorrectie. Ik heb vandaag gebeld. Ja hoor, Miepie en die wil wat zeggen. Ik heb vandaag gebeld. Naar het ziekenhuis. Dinsdag. 31 juli om 9:50 moet ik in het ziekenhuis wezen. Dan krijg ik mijn intake. Dus. Dat is ook weer allemaal spannend, 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 spannend. Dus dinsdag. Nogmaals. Dinsdag 31 juli heb ik dus mijn intake. 9:50. Ja, en mijn hele lichaam is een beetje in de war. Dus ja. Gewoon eventjes een uurtje eventjes op bed. Eventjes weer tot mezelf komen. Wat heb jij nou weer te pakken? Nee, dat is vies. Wat heb jij te pakken dan? Wat heb jij nou weer te pakken? Een roosje, hoe kom jij daar nou weer aan dan? Is er nou weer een roosje te pakken? Dus bah. Kom jij daar nou weer aan dan, gekkie? Is een gekkie. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Heulen. Ja, ik ben wat aan het maken en voor de trouwkaarten. Ja, die maak ik zelf. Trouwkaarten. Hoe die er nog uit gaat zien, dat is een verrassing. Ja, dus ik ben met hele twee dingen gewoon tegelijk bezig. Dus als ik soms hak op het tak ga, dan weten jullie daarvan. Maar nu ga ik eventjes weer even een uurtje tot mezelf komen. En dan spreek ik jullie straks over een uurtje, anderhalf. Hé, nou het is alweer 5:10. Het gaat hard. Ik ben bezig om ook gewoon weer mijn kop een beetje leeg te maken. Hele kleine knepertjes, dat jullie wel kunnen zien. En ik heb lijm. Ik kan mijn lijmpistool even nergens in. Want dat normaal wil ik het liefste met lijmpistool, want dat droogt wat sneller. Maar ja, die kan ik dus nu even niet vinden. Dus dan doe ik het lekker zo, dan maar even wat langer. Maar... Kijk. Een klein tipje van de sluier. Ik heb wit. Rood.
heb ik wit en rood. Twee rode. Heb ik twee witte. Heb ik nog twee grotes. Dus ja. Dus wat doe ik dus eerst? Ik pak lijm. En dan doe ik daar vanaf hier tot ongeveer hier overal een beetje lijm op. Ik heb nu drie hier voor me liggen. Ik weet niet of ik jullie een beetje mee kan laten kijken. Ik zal eens even kijken wat ik kan. Moet ik even mijn camera draaien. Oh, niet die. Maar ik moet deze draaien. Juist, dan kan ik weer wat meer doen. Hula. Tralali, ja, nou. Dan doe ik dus. Ja, hij moet wel eens even goed schoongemaakt worden, logisch. Hij is gewoon vies, dat jullie wel kunnen zien. Spuit er gewoon eigenlijk uit. Zo. Ik ben blij dat ik weer wat lange nagels heb, mensen. Kijk. Echt lange nagels. Dan moet ik op twee dingen letten ook, hè. Krijgt iemand dat voor elkaar, hè? Dan maak het gelijk even schoon. Ik kan het even een beetje drogen, dat lijm. Dan pakt het gewoon wat beter. Kijk, ik heb weer een beetje schoon gemaakt, wat jullie wel kunnen zien gelijk. Dat werkt gewoon wat lekkerder. Nou, ook en nu gewoon weer. Ha. Vind ik leuk om te kijken of dat werkt. Eentje zo schuin en eentje zo schuin. Doe ik lekker twee op. Haha. En waar deze nog voor bedoeld worden, dat is nog een big verrassing. Heel, mijn lijn. Die heb ik alweer vast. En dan ga ik eens even kijken wat ik erop wil hebben. En doe ik gewoon een witte roos erop. Ook leuk. En doe ik daar dus een rode roos erop. Gezellig. Kijk wat ik dan nog even doe. Even de top er vanaf. Doe ik nog een beetje lijm. Onder. Ik weet even niet hoe ik anders mijn camera moet houden, zodat ik wat kan zien. Ja, ik kan een hoop zien daar niet van. Hopla. Hola, ja, ik ben even raar bezig, mensen. Nee. Kijk, ook goed.
En deze zit dus nu ook vast. En dan pak ik de rode. En die doe ik dan hier al heel mooi op. En dan knijp ik even zo vast. Heb ik hier nog allemaal mooie knijpertjes. Heb ik hier ook nog allemaal roosjes. Die moeten allemaal nog lekker op. Gezellig. Geen enkele kaart is hetzelfde straks. Dat is leuk. Geen enkele kaart. En het zit al. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Zodat ik wat meer kan zien. Kijk, zo kan ik wel wat zien. Ja. Eens even kijken. Eentje. Eentje. Even kijken. Twee. Ik kan ook eens even zo doen. Ja, en dan rol je die en dan een witte die. Maakt eigenlijk niet uit hoe ik hem hou, maar... Zo. Dan heb ik weer aardig wat knijpertjes gedaan. Laten we even lekker drogen. Ja. Ja. Nou, dan is het nu ongeveer lekker droog. Nou, en dan knal ik hem er gewoon even op. Even aandrukken. En dan hecht hij wat beter. Dat zijn er alweer twee. Even aandrukken als je het niet zeker weet. Maakt ook helemaal niet uit. En iedereen doet het gewoon lekker op zijn eigen manier. Dat mag uiteraard. En dan doe ik dan eerst even. Die is ik hier als eerst. En dan die erbij.
Dat wil dus ook dan wel eens gebeuren, dat er een knijper gewoon even een beetje omvalt. Geen paniek. Geen paniek. Nee. Nee. Dit zijn ze geworden. Heb ik ze daar ook nog een hele hoop. Hé, dat is leuk, hè? Beetje vreubelen. Ja, een beetje vreubelen. Heb ik die er al? Heb ik die al? Die al? Deze heb ik dus net allemaal gedaan en ze zitten al lekker vast. Zo. Ja. En ik ga dus ook eigen corsages maken met dit. Is leuk. Ja, dat is leuk. Zo, en daar waren we weer. Ja. De hondjes ook. Staat nu zwart op wit, hè, op beeld, hè? Ja, met kleurtjes. Even zo lekker vasthouden, lekker een beetje praten. Nou, Bloe heeft naar de zin hier op het balkon, denk ik. Ja, nog geen naam, dan moet ik wel een foto maken. Oké, okay. Een soort maken van diertjes. Een kleine, soorten en de nieuwe. Mm-hmm. De kleine, de grote en de nieuwe, kijk. Ik heb even gelijk filmen hier weer. Grappig. Dat was een grote, hè? Blue. Zeker wel. Rapie, rapie, rapie. Echt, zij en zij hebben dezelfde kleur achter, hè? Ja, het zijn twee kruisingen met border collies volgens mij. Blue. Nee, blijf. Nee. Ja, mag ook. Kijk eens hier. Nee. Ga eens maar zitten. Liggen. Zitten. Nee. Nee. Nee, dat moet je leren nog. Maar dat vind ik moeilijk, zeg maar. Mm-hmm. Gaan we doen. Kop voor de spijnen. Nee, gaan we nog niet doen, hè. Die stuur ik nou maar nog weer toe. Blue. Ja. Hier word je heel lelijk van. Wat ben je aan het doen? Nee, ben je liggen dan. Oké. Okay. Dat we vliegen, hè? Blue, laat. Nee, zitten. High five. Poot. Nee, laag. Laag. Nou, en ik mag dus zo meteen weer een broodje ei maken. Gezellig. Broodje ei, lekker. Ja, toch wel. Toch wel. Oh ja, hou nog een beetje van mij. Nee, ik denk maar afblazen. Maar nog, ik zal nog even mee wachten. Waarmee? Met afblazen. Is goed. Gekkie. Ja, Veer. En je wordt weer gesommeerd.
Waar? Waar? Ja? Ik heb geen piercings, hoor. Dat ik weet. Nee. Nee. We willen er niet eens heen. Nee. Waarom niet? Ik wil niet gepierst worden. Waarom niet? Ik ben niet pierced post dan. Niet eens? Nee. Niet eens daar een piercing? Nee. Ook niet in je tong? Nee. Maar dat is leuk. Nee, dat is niet leuk voor mij. Wel waar. Neem er maar eentje extra dan. Nee. Neem er eentje voor mij. Nee, wat ik wel kan doen, als dit weg is. Ja, een piercing erin. Daar een piercing, ja. Ik kan nu een piercing nemen, als het niet is het weg. Nee. Een hele grote piercing. Nee, navelpiercing. Een piercing die je kan navullen. Nee, serieus. Navelpiercing. Ja, dat kun je nu opnemen. Ja, maar dan zie je hem niet. En als het niet bevalt, dan ben je er meteen vanaf. Even serieus. Straks, als het weg is, ja, en met die buikwandcorrectie, ja, dan moet het eerst allemaal genezen, bla 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 bla. Ja. En ik wil eigenlijk al heel lang afgerond, ja, een navelpiercing. Oké. Okay. Je moet dat gewoon doen. Doe ik ook. Prima. En dan wil ik nog een soort van vlindertje, en nou ja, vlinder. Een symbool van het nieuwe leven. Ja, mooi hè, dat we er zo staan, hè? Ja. Ben ik gek? Goed en knap. Ja, op jou. Oh. Ik ben gek op jou. Ben je goed op mij? Ja. En knap op mij? Ja. Dan is het goed. Zit je allemaal te wiebelen? Niks. Ik doe helemaal niks. Oké, dan is het goed. Dat was mijn boos geworden. Jij nooit. Eigenlijk niet. Ken je niet? Moet dat worden? Okay. Nee. Die op die mankenelis daar op die auto. Waar? Die witte. Hey manke, ga je er eens vanaf? Ja. Mankenelis. Ja, nou ik ga zo meteen dus gebakken ei, spiegel ei maken. Spiegel ei vind ik niet lekker. Wel, tuurlijk wel. Nee, ik wil gewoon gebakken ei. Ja, maar zo heet dat, een spiegel ei. Nee, spiegel ei vind ik niet lekker, dat is omgekeerd. Dat is leuk. Gewoon gebakken ei. Zonder spiegels erin. Maar hoe is jouw dag verlopen? En je bezoek gehad? Ik heb bezoek gehad, ja. Het was redelijk intensief. Ja, en van wat voor bezoek? Van iemand met een computer. Aha, even serieus. Ze weten en dat ik ook begeleiding krijg. Ja, goed, maar het is een heel ander soort begeleiding. Ja, maar alsnog, het is wel begeleiding. Ja, je kan werken aan je punt die je zelf belangrijk vindt, zeg maar. Ja, maar dat doe ik ook. Dus ik werk ook aan mijn punten. Dat is mooi. Puntslijper. Ja, maar ga door. Nee, goed, je zit soms zo vol met allerlei gedachten. Ja. Die je nergens eigenlijk kwijt kan. Je zegt van, nou, wat vind jij nou belangrijk? We gaan het even een prioriteitenlijstje opstellen. Dat doe ik dan voor je. Nou, wat is prioriteit 1? Nou, prioriteit 2, 3, et cetera. En waar moet deze prioriteit komen? Nou, op 90. Nou, ook goed. En dan, nou, dan gaan we daar aan werken, zegt ze dan. Gezellig. En wat waren jouw prioriteiten? Wat dat werk betreft, dat weet ik niet wat dat in gaat houden. En hoe dat gewerkt gaat worden. Hier. Ja. En goed, dat zien we dan volgende keer wel. Volgende week woensdag. Ja, zoiets. Gezellig! Ja, toch? Boe! Ja. Ik moet even wat bekijken waar Rodi heeft gelaten. Dat is ook wel even handig, hè? Daar moet ik naartoe, sowieso. Nee. Ja, hier moet ik wezen, kijk. Even kijken. Dan. Even kijken hoor. Ik krijg ook gewoon een vrij kwam.
Nee. Type kan ook iemand niet, hè? Nee. Even kijken hoor. Nee. Kijk. Nee. Kijk. Ja, ik moest eventjes een naampje veranderen in de gastenlijst voor het bruiloft. Ja. Deze krijgen allemaal een mededeling, denk ik. Oh ja, mededeling. Dat is even kijken. Ja, Roos is dus nu even lekker buiten. We hebben al heel wat gedaan. We zijn al even op Pinterest geweest. Nee, ik word daar niet voor gesponsord, maar gewoon even een leuk idee op doen voor de bruiloft. We hebben al wat ideeën gevonden. Zoals geen mobiele telefoons tijdens de bruiloft. Er worden al foto's gemaakt en er wordt al gevlogd. Ja, met deze camera en met de persoon haar eigen camera. Dat is dus mijn moeder. Ja. Dus. En dan hebben ze allemaal lekker pech. Want iedereen komt er gewoon op. Ja. Dus dat wordt nog leuk. Ja. En deze vlog gaat ook denk ik heten de rollercoaster van Karin en Roderick. Ja. Of gewoon trouwen en buikbandcorrectie. Nee, gewoon de rollercoaster denk ik. Ja, ik denk wel. Ja, het is nu alweer bijna 10:30, dus we gaan denk ik ook zo meteen even lopen met de hondjes. Denk ik wel. Of om een uurtje of 11. Ook lekker tot en met 12:00. Morgen weer een pakketje halen. In de buurt. Ook leuk. Ja, en ik zit weer lekker aan mijn keelsnoepje. Heerlijk. Dus het komt wel weer goed. En ik heb lekker gegeten. Roo ook. Lekker een omelet. Ja, nou. Het is alweer avond wat jullie wel kunnen zien. Eens kijken hoe mooi mijn lucht is achter mij. Zo mooi. En dan is de maandag ook, ik weet niet of jullie die kunnen zien. Kleine. Nou, dat is dus mijn uitzicht. Maar bij deze wil ik jullie wel sowieso graag bedanken. Weer voor het kijken naar mijn vlog. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral dat blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een leuke reactie achter, anders zou ik het onwijs tof vinden. Positief opbeurende reacties voor alles wat we aan het doen zijn. Doe het belletje aan, dan blijf je op de hoogte. Ik zou zeggen, dankjewel en tot morgen.